gaarne heb ik voldaan aan het verzoek van de directie van het Rembrandt Theater om in het herdenkingsalbum ter gelegenheid van de heropening van het theater in het licht gegeven een korte bijdrage te schrijven. Het is mij aangenaam den hoofdinhoud van wat ik schreef sprekende te herhalen. Nu de film een zo voorname rol is gaan spelen, wordt de aanwezigheid van bioscoopgebouwen, welke voldoen aan hoge hedendaagse eisen van veiligheid en techniek, en kan het zijn ook aan die van comfort en schoonheid, voor een grote stad een zaak van belang. Daarom moeten wij ons over de voltooiing van het wel sterk gemetamorfoseerde Rembrandt Theater zeer verheugen. Rembrandt, een lichtend voorbeeld voor de leiders van het theater dat zijn naam draagt. Ja, voor allen die waar ook een leidende rol in de filmwereld vervullen. Het met goede uitslag navolgen van Rembrandts genialen, steeds hoger strevende geest door scheppende en herscheppende filmkunstenaars, zou aan hun werk bijzondere luister kunnen schenken en de filmproducten naar een hoger plan vermogen te voeren. Mijn wens is dat veel schoons en belangrijks in het nieuwe Rembrandt Theater zal worden vertoond, niet slechts tot verpozen en verkwikking, maar ook tot lering en verheffen van de grote scharen bezoekers die er hoge eisen bevredigd zullen vinden.